Welkom in mijn kitchen. Chips kan maken in je magnetron. Oh god, het is niet helemaal goed gegaan. Dit is lekker. Dit is mijn cappuccino chips. Wat is dit? Kan je dit eten? Dit is echt ziek. Waarom wist ik dit niet eerder? Oh my god. Motherfuckers wanna get famous. Bus guns again. Dangerous. Graduated from Cambridge, yeah. Money talks and this is my foot. Op blote voet in de kitchen. Ik denk dat Gordon Ramsay het not oké vindt. That is fucking disgusting. Welkom in mijn kitchen. Ik vond het wel eens tijd voor een cooking tutorial. Dat is niet iets wat je heel vaak ziet op mijn channel. Maar ik kwam een filmpje tegen op het internet en ik zag dit. Het blijkt dus dat je zelf thuis chips kan maken in je magnetron. Waarom doen we dit niet met z'n allen? 1. Veel healthier. En 2. Je kan alle smaken die je maar kan bedenken uitproberen. Als dit echt kan, dan is dit echt een hoogtepunt in mijn leven. Maar deze video wordt nog veel meer een hoogtepunt in mijn leven. Want ik heb een slice and dicer gekocht. Kennen jullie dit? De slice and dicer? Tony, genius has thought of everything. Absolutely. And when have you seen anything chopped that fast? And it cuts just that quick. Incredible. Get your nicer dicer plus now. Dit is no ad trouwens. Dit wil je. Ik heb nu de mandoline erop. Maar je krijgt er dus allemaal hele vette gadgets bij. Zo heb ik... Ik ging helemaal mis al. De tool om de mandoline, zeg maar dat je vingers er niet afgaan. Dit. Ik heb plakjes mee maken. Blokjes. Kleine blokjes. En kaasrapsen. Om koekjes te rapsen en kaas. En als ik dan ook nog chips kan maken in de magnetron, dan is mijn leven compleet. Oké. Wat we hier vandaag voor nodig hebben is allereerst aardappelen, vastkokende potatoes. Verder heb ik een assortiment aan smaakjes bedacht. Ik ga beginnen met de potato. Ik wil jullie natuurlijk wel goed inzoomen op mijn slice and dicer. Neem jullie even mee. Kan dit hier zo? Oh, dit gaat niet, hè? Hier zit een... Ik heb hier mijn aardappel. Ik schil nooit mijn aardappel. 1. Ik ben te lui. En 2. Daar zitten alle vitamintjes. Dus, ik doe gewoon zo. Wajo. Dit gaat zo soepel. Kan ik ook met deze? Gods. Ik moet nog even uitvinden hoe die precies werkt. Dat was een lekker slijtje. Oh, die niet. Kijk nou! Het is gelukt. Ze zijn wel een beetje verschillend qua vorm. Sommige zijn wat dikker, sommige zijn wat dunner. Maar ik denk dat dit de perfecte basis is voor chips, chippies. De eerste smaak die ik bij mijn chips ga proberen is olijvenchips. Dat lijkt me echt best wel lekker. Gewoon een beetje zo zoutige olijfsmaak. Als ik nou mijn aardappelschijfjes een beetje marineer in het vocht van mijn olijven, dan krijg ik misschien dus die olijvensmaak aan mijn chips. Slim toch? Dit is echt zo'n perfect marineerbakje, toch? Of een kattenbakje. Kan allebei. Ik doe hier vast wat schijfjes in. Dan doe ik mijn olijvensap erbij. Dat laat ik even lekker zo marineren. Mijn aardappeltjes zijn zalig gemarineerd in de olijfsap. Dus ik ga ze nu op mijn bord leggen. Dit is tot nu toe het resultaat. Nu komt het moment suprême. Ik ga ze in de magnetron stoppen. En ik zet mijn magnetron op 750 watt. En ik doe ze eerst 1,5 minuut. Dan draai ik de chipjes om. En dan doe ik ze nog een keer 1,5 minuut, denk ik. Oh, ik heb ze nu al 2 minuten gedaan. Maakt niet uit. Terwijl mijn aardappelschips aan het worden zijn, ga ik vast verder met de volgende flavor. En daarvoor had ik een ander spectaculair idee, namelijk ananaschips. Chips is vaak natuurlijk zout, maar hoezo is het niet ook lekker zoetig? Misschien is dat wel heel erg lekker. Ik dacht het eigenlijk op dezelfde techniek te doen als mijn olijvenchips. Dus ik ga het vocht uit mijn ananas in een bakje gieten. Daar doe ik mijn potato bij en dan laat ik het even marineren. Van Jules. Oh, ik denk dat dit heel lekker is. Is dit mijn chips? Ja. Oh my god. Oh my god. Sommige zijn echt al chips. Hier. Dit is gewoon chips. Wajo, ziek. Maar ze zijn nog niet allemaal gelukt. Deze is nog aardappel. Dus ik ga ze denk ik gewoon nog 1,5 minuutje doen. Oké, ik heb ze te lang gedaan. Kijk, ze zijn bijna bruin. Maar het lijkt wel op chips hoor. Kijk nou. Oh, het ruikt ook echt naar chips. Oké, taste test. Mijn olijfchips. Dit is lekker. Holy chips.
Dit is echt ziek. Waarom wist ik dit niet eerder? Oh my god. Oké, dit is echt super lekker. Ja, ik denk ook wel trouwens dat ik een beetje die olijvensmaak proef. Maar heel subtiel. Maar ik weet gewoon niet zo goed of ik nou helemaal blown away ben bij het feit dat ik net zelf chips heb gemaakt. Of dat de olijfsmaak ook heel lekker is. Ik denk dat ik het punten moet gaan geven. Maar ik denk we beginnen wel echt met de knaller. Ik geef dit echt 8 olijfchips. Ik heb ze trouwens net helemaal niet gekeerd. Ik doe ze gewoon in één keer meteen 2,5 minuut. Volgens mij maakt het helemaal niet uit of ik ze omdraai. Terwijl we gezellig naar het geluid van de magnetron luisteren, ga ik vast de volgende flavor vertellen. Ik dacht om chocoladechips te gaan maken. Volgens mij, dat bestaat volgens mij trouwens ook. Maar dat is volgens mij gewoon chips omhuld met een laagje chocola. Maar ik ga het net iets anders doen. Oh, mijn chips. Oeh. Het ruikt wel lekker, maar ze waren wel bijna weer een beetje verbrand. Bijna het bord uit de magnetron. Oké. Dit is mijn tweede batch. Dus ze zijn iets plakkeriger. Misschien moet ik ze heel even laten afkoelen. Want dan worden ze ook wat crispier. Ik ben helemaal gestoord tijdens het uitleggen. Oké, ik ga dus chocoladechips maken. Daar was ik gebleven. Ik ga mijn chocoladechips iets anders maken. Ik maak het met chocolademelkpoeder. Theelepeltje. Even roeren. Dit lijkt me fantastisch. Ik heb nu al zin om in mijn comments te lezen met wat voor rare smaken jullie allemaal gaan komen. Taste test met de ananaschips. Deze is te zacht. Die wil ik niet. Oké, wacht. Dit is een hele ervaring. In eerste instantie is het een beetje een kleffig chipje. Daarna proef je heel erg aardappelchips. En dan komt op het laatst nog weer een beetje die ananas terug. En wordt het in één keer bitter. Ik geef deze ananaschips 5 ananasjes. Nee, dit is niet voor herhaling vatbaar. Ik heb hier mijn volgende chippies. De chocoladechippies. Ik vind ze er niet zeer appetijtelijk uitzien. Ik denk wel dat ze lekker crunchy zijn. We gaan het gewoon proberen. Ja, dat is best lekker. Het smaakt een beetje naar die Coco Puffs. Ik ben echt verbaasd hierover. Het is echt wel heel erg goed gelukt gewoon. Na het overweldigende succes van mijn Coco Puffs chips heb ik nog een briljant idee. Ik dacht namelijk aan cappuccino chips. Dit heb ik opgezocht. Dit bestaat. En ik denk dus dat het heel goed zou kunnen lukken. Aangezien ik net van die chocomelpoeder heb gebruikt, heb ik ook caramel latte koffie instant gekocht. Instant koffie, café latte. Potato. Koffie. Voor mij is dit meer suiker dan koffie, maar... In de magnetron. Tot zometeen. Oh god. Het is niet helemaal goed gegaan. Dit is geloof ik niet helemaal een combi. Dit is mijn cappuccino chips. Ik denk dat dit heel vies is. Dit is één gore plakkerige Oh, hier. Hieronder is het ook helemaal verbrand. Oh, het ruikt ook echt goor. Dit is echt super lekker. Ja, oké, het is in de verste verte geen chips meer. Ja, nee, het smaakt gewoon naar karamel. Ja, ik durf het bijna niet toe te geven, maar ik vind dit toch wel 6 cappuccino chipjes moet geven. Ik kom op chips. Ja. Welkom bij mijn chipsfabriek. Wat is dit? Dit is mijn chips tot nu toe. Wil je proeven? Ik wil de Aziatische proeven. Het ruikt hier nu al naar een soort van teriyaki-achtig iets. Echt? Ja. Nou, dat is deze die ik heb gemaakt. Het ziet er niet uit. Wat is het? Kan je dit eten? Is het te eten? Ja. Karamelachtig. Ja? En? Ja, jij houdt er sowieso niet van. Doe een beetje denk aan popcorn. Bios. Ja, gekaramelliseerde popcorn. Ja. Ah. Hoeveel punten geef je net? Niet zo heel veel. Ja, ik vind het, nee, dit is niet mijn ding. Ik denk dat we deze gaan proeven. Deze zijn, je moet wel even een beetje een crunchy van. Deze is wel crunchy. Moet ik al proeven? Cheers. Dat is wel een aardappel. Waarom zit het zuurig in? Hoe vind je de aftertaste? Niks. Oh. Echt? Is niks. Maar wat denk je dat het is? Ik wil citroensap. Ananas. Nou, daar is niks meer van over. Nu deze. Maar is dit niet verbrand? Misschien. Ja, ik ken deze smaak. Ik kan het alleen niet plaatsen. Moet het een pannenkoekje voorstellen? Als ik zeg Coco Puffs? Oh ja, ik snap wel. Ik ben niet zo van het zoet. Nee, dat is waar. Daarom heb ik de lekkerste ook nu voor het laatst bewaard. Welke crunch is. Nou, qua bite is het de beste. Wat proef je? Dit is een olijfsap. Ja! Oké, bedankt voor deze tussentijdse proeverij. Ik ga nog even wat nieuwe flavors voor je maken. Augurk. Augurken. Ik ben dol op augurken. En zoals jullie weten ben ik ook dol op augurken met slagroom. Maar ik dacht om dit op dezelfde manier te doen zoals ik mijn olijvenchips ook heb gedaan. Oh! Oeh, dat is misschien een beetje veel. Oh, kak. Alles op de grond. We waren gebleven bij de augurkenchips. Ze zijn inmiddels aan de magnetron geweest. Het ruikt wel echt een beetje naar augurk. De crunch is weer amazing. De smaak is vergelijkbaar met de eerste. Het is dat ik weet dat het augurkensap is en daarom proef ik het ook. Ik vind het wel lekker.
Ik geef dit denk ik 6,5 augurk. Ik heb nog twee smaken op het programma. Eentje die niet kan ontbreken. Cinnamon roll. Nou ja, eigenlijk cinnamon roll. Ik maak het allemaal veel te mooi. Want ik ga gewoon kaneel en suiker bij mijn aardappel doen. Maar kaneel en suiker, dat is altijd dé fantastische combinatie. Ik denk dat dit echt heel erg lekker gaat zijn. Zie mij dit professioneel doen. Lijkt wel een echt professioneel. Oh, kak. Daar is mijn chips. That is fucking disgusting. Ze zien er echt super goed uit. Oh, crunch was heel teleurstellend. Oké, nee, wacht. Deze is heel vies. De kaneel maakt het heel droog. Het heeft niet die crunch gekregen. Het is gewoon taai. Dat is een teleurstelling. Ja, ik moet het toch echt een onvoldoende geven. Ik denk 4 wentelteefjes chips. We zijn aangekomen bij de laatste chips flavor. En deze heb ik expres tot het laatst bewaard. Ik denk dat deze super lekker gaat worden. Wat heb ik bedacht? Sojasaus en wasabi. Ik vind die wasabi nootjes altijd echt super lekker. En het zouten van sojasaus gecombineerd in een chippy lijkt me echt de shit. Voor deze chips flavor giet ik dus een klein beetje sojasaus in een bakje. Oh, misschien moet ik het dopje eraf halen. Wat een mooi geluid. Wauw. Oh, ik zit wel enorm te spatten. Hoeveel zou ik van die wasabi poeder moeten doen? Ik denk dat ik er ongeveer zo'n schep bij doe. Ik weet niet. Misschien is dat heel veel, misschien ook niet. Even goed mengen natuurlijk. Proeven of dit heel spicy is. Ja, this is it. Oké. Let's hop and pray dat deze super lekker worden. Oh, oh. Nee, ik denk niet dat dit helemaal goed is gegaan. Ze zijn natuurlijk donker omdat het ook sojasaus is. Maar ze zien er een beetje gek uit. De nasmaak is heel vies. Het smaakt heel verbrand. Misschien zijn ze... die nasmaak is heel vies. Nee, heel erg jammer. Oh, ik had echt gehoopt dat dit de laatste knaller zou zijn. Maar dat valt vies tegen. Ja, ik denk dat ik dit één wasabi sojasaus aardappeltje moet geven. Het is gewoon niet... Nou, nee, ik geef het 3. Het is wel te eten, maar het is gewoon echt niet lekker. Ik ben heel benieuwd wat Ron van mijn laatste variaties gaat vinden. We gaan beginnen met deze. Kaneel. Het is kaneel met aardappel. Ja, ik hoopte zeg maar dat het een beetje wentelteef is. Ja, een beetje wentelteef. Ja, dat snap ik wel. Maar het is geen chips. Nee, hè? Nee. Dit ziet er wel uit als chips. Oh, gelukkig sap. Ja? Nou, dat ruikt je meteen. Ja, wat goed. Dit is wel een prima chippy. Is wel lekker, hè? Ja, oké. Okay. Dan nu, last but not least. Hij ruikt zoet. Daarom heb ik deze ook laatst. Hij ruikt heel zoet, ja, in één keer. Weet je waar het een beetje naar smaakt? Uh-huh. Nou, hoe rotjes ruiken. En rotjes ruiken? Ja. Oeh, ja, dit is ook een vieze. Nee, hè? Nee. Wat vond je van mijn chips-experiment? Helemaal een healthy chip-eter vanuit de magnee. Ja, toch? Ja, wel leuk. Als je dit met zoete aardappel doet, dan zit je eigenlijk alleen nog maar groenten te vreten. En ik zou Lees even bellen voor de augurkenchips. Succes met opruimen. Ja. Doei. Dankjewel. Dit was dan mijn grote chips-experiment. Ik moet zeggen, ik vond dit een erg leuk experiment. Echt heel erg leuk dat ik dus nu zelf weet hoe ik chips kan maken. Dit zou ik ook echt aan iedereen aanraden. Je hebt niet per se de slicer-dicer nodig om de aardappels te snijden. Je kan het ook met een kaasschaaf doen of zelf gewoon in hele dunne plakjes. En dan kan je natuurlijk zelf nog allemaal leuke smaakjes testen. Maar je kan ook gewoon een beetje zout en peper eroverheen doen. Heerlijk. Ik ga dit 100% nog een keer doen. En als je dit nou zelf thuis gaat proberen, laat het me dan vooral eventjes weten. Want ik ben heel erg benieuwd of dit bij jullie ook zo goed lukt. Voor nu, dank voor het kijken. Like natuurlijk allemaal even deze video. Vergeet je niet te abonneren. En volgende week ben ik er gewoon weer.